Zoals jullie kunnen zien zijn we aangekomen bij Alpeco. Dit is een winkel waar we al een keer eerder zijn geweest. Deze winkel was vroeger echt de grootste vierdaagwinkel van België. Je kon hier alles kopen. Daar ga ik zo meteen even dieper op in. Maar hoe raar is het dat er dus tot 2009 dat hier gewoon professioneel vuurwerk te koop was. Wel met een KVK-papier. Maar met een KVK-papier kon je bijvoorbeeld shells kopen. De nitraten waren veel harder. Je had natuurlijk grote blokken. Alle flowerbeds haalden mensen hier. Tegenover deze winkel zat Edruco, was ook een vuurwerkwinkel. En ik was zelf te jong in 2009 om deze kant en zo op te gaan. Maar ik zat toen wel op de vuurwerkfora. En daar kwam altijd Alpeco ter sprake. De dieptebommen, de Trueno Ricasa nummer 4 en dat soort dingen. Bombridge vuurwerk. Yes. Allemaal hier te koop. En dat is dus nu niet meer zo. Wat ook een raar weetje is, is dat dus in België pas in 2009 het professionele vuurwerk niet meer te koop is. Hoe raar is dat? Ja. En dat is niet eens zo heel lang geleden, man. 12 jaar geleden kon je dus in België met papieren, dus KVK-papieren, dat is gewoon papier als je een eigen zaak hebt, kon je gewoon shells kopen en zieke blokken en zo. En daarna is het verboden geworden. Kijk, het is ook best wel ouderwets. Je ziet daar nog, dat bord is daar is een beetje bijgehouden, maar dit is echt nog van jaren geleden. En ik vind het altijd wel de meeste sfeer hebben. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Blijft een mooi winkeltje dit, jongens. Echt heel veel nostalgie. Ja, let's go. Oh. Meestal duwen als je moet. Ja. Oké, dan staan de blokjes al. Ga maar. Zo, kijk hier rechts. Ja, dit is dus de winkel, jongens. Alpeco. Een beetje in het groot. We kijken allemaal grote blokken te koop. Mooie producten. Zijn jullie er al over uit wat jullie willen? Ja, man, knetterlijk. Gaan we even de winkel door, jongens. Hier, zien we shells. Moet je kijken. Zo, meenemen. En dit zijn volgens mij van die rookdingen, toch? Heb je wel je KVK bij dan? Ja. Ja, dat was vroeger hier, wat ik net heb uitgelegd. Dan moet je die pijlen zien bijvoorbeeld, de Big Five. Ah. Mega grote dingen zijn dat. Niet normaal, man. Wel een beetje te. Want er komt geen 4-inch effect uit, lijkt mij. Zo. Klopt. Maar er staat daar 6 pijlen. Maar ik zie er maar 5 in zitten. Huh? De Big Five en dan zijn het 6 pijlen. En het heet de Big Five. Snap jij niet? Het staat er ook nog bij ook. Ben ik gewoon scheef of zo? Hier staat er 5 en dan staat onder een set van 6 mooie mortierpijlen. Ja. Even de knallers checken. Hier zie je ook mooie cakes. Het zijn wel wat kleinere cakes natuurlijk. Ook mooi. Hier zie je al. Dat is wel eigenlijk kindervuurwerk. Kat 1, hè? Ja, kat 1 natuurlijk. Gaan we wel even naar de knallers. Eigenlijk een soort van wat de Pyro Shop ook heeft in Baarle. Mooie knalletjes. Waaronder, wat hadden we nou laatst? Nee, dit is trouwens Kroatisch. Dynamite Extreme? Ja, dat is van Orion met Kroatië. Oh, ziek. Misschien kunnen we wel granaatjes van meenemen. Wat heb je nog meer? Want wij hadden. Zo, die zijn ook gaaf. Heb ik nog niet eerder gezien, man. Wat? Magnum Comica. Oh, ja. Moet Spaans zijn of Italiaans. Knallers, wat hebben we hier nog meer? Kijk dan. Cracklin Loco. Dat is allemaal Spaans, ja. Hier ook nog een PC. En dit zijn ook. Oh ja, die Superos en zo, joh. Ja, hier kom je wel een beetje bij de wat betere knallers. Ja, dit is ook oldschool, die Flashing Cobra's. Flashing Cobra's, jongens. Zo. Die waren vroeger en wat zieken. We ook laatst hadden, maar dat gaan jullie binnenkort zien in de video, zijn dieptebommen. Deze had je vroeger hier bij Alpeco. Toen waren ze echt mega goed. Ze zijn natuurlijk in de jaren wel wat veranderd. Hier heb je een tv'tje trouwens, kan je ook kopen hier. Ja, maar hey, ze hebben ook shells, man. Kijk daar. Oh, ja. Color shell. De mooiere cakes. Immortal Gold hadden we een paar jaar geleden in onze collectie. Mooi, hè, Des? Ja, mooie blokjes. Je pijlen? Nee. Een paar pijltjes. Kleine pijltjes. Maar echt een. Ik vind het zo'n ouderwetse sfeer hebben, deze winkel. Ik blijf het zeggen. Een van de betere sferen. Moet je kijken, hier al die dummies die hier staan. Daylight cakes. Smoke. Daylight cakes heb je ook. En die lijken een beetje op de Amazing Set, hè, van Pyramax, althans qua formaat heb ik het over, ja. Ja, klopt. Zijn er heel toevallig namelijk 5. Nou, helemaal gelukt. Nou, deze gaan we halen, jongens. Moet je kijken. Hypersonic.
Niet, dit zijn die grote cracklingballs. Ja? Maar hoe zitten? Nee, maar niet die van Heron, man. Hier de kleinere cakejes, jongens. Nou, deze kent iedereen wel, die nitraatcake. De kompie. Ja, die hebben we al een paar keer gehad, inderdaad. Deze verkopen ze ook bij de Pyroshop. Maar althans, bijna alles wat hier is. Ook bij de Tunnekings. Tunnekings met rook. Ooit in een compilatie 2013-14, denk ik, hadden wij die rook Tunnekings. Waren de eerste op YouTube daarmee. En die Tunnekings waren toen van Cafferata. Waren echt goed. Ik vind het altijd wel iets hebben. Ja, echt hè? Ze hadden toen op een gegeven moment ook geel en Tunneking. Vooral die rook in de compilatie was echt ziek. Dan zat er zo'n rookstaart, blauw of paars of zo, of groen. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja. En dan titanium toch? Of zo? Mooie cakejes hier, zo, ja. Pakketjes. Zo, meterpakketjes, ja. Zoals ik net al heb verteld, bij de intro, hier had je vroeger natuurlijk echt heel veel professioneel vuurwerk. Dat is nu uiteraard natuurlijk niet. Maar het is wel grappig om dan hier te komen. Vroeger wilde ik hier altijd al een keer naartoe, omdat iedereen om mij heen, die wat ouder was, ging hier naartoe. En als je dan ook handelaren sprak, wat vroeger nog veel meer was, vroeger werd gewoon op straat gewoon veel meer verkocht. Dan kwamen ze allemaal hier vandaan. Ja, hier hebben ze ook nog matjes, jongens. In Nederland verboden. Haagse matjes ook. Mooie matjes voor in je nek. Haagse matjes. Ja, het is altijd wel lachen. En altijd kriebelt het om het mee te nemen naar Nederland. Maar ze hebben wel echt nieuwe matjes, man. Karolen missen wel, hè. Ja. Ja, sfeervolle winkel, jongens. Ik zou zo graag willen weten hoe het hier vroeger binnen uitzag. Wanneer alles met professioneel vuurwerk te koop was. Moet je kijken. Mooi sfeertje. Hier hangt er ook even een... Hey Des, heb je vuurtje? Ja, die zijn ook goed, hè. Die heb ik met Jordi een paar jaar geleden gehad. In de compilatie ook. Ik had echt 32,6 gram. Oh. Een aantal van deze cakes hadden wij ook een paar jaar geleden in onze compilatie. Althans, compilatiecollectie. Waaronder deze Immortal Gold. Zo. 72 shots. Lekker blokje. Deze hadden we ook trouwens. Red Glittering Willow. Ze hebben hier wel veel mooie blokjes, hè? Ja, die blokjes zijn hier wel goed, man. Ja. Hier hadden we volgens mij ook wat van. Deze, ik vind het design ook echt mooi. Deze vind je ook mooi, hè? Ja. Jij bent gewoon van het hele simpele. Ik vergat het trouwens, hè? Maar Bombridge verkochten ze hier vroeger ook heel erg. Ja, die JCWT's toen, de oude. Ja, dat is echt... Die tijden komen helaas nooit meer terug, jongens. Weet je nog, toen we hem ophalen? Oh ja, die stond helemaal onderaan. Volgens mij zit geen limiet, hè? Nee, ja. Meenemen. De eerste winkelwagen is binnen. Met de kerst. Na de kerst staan we zo natuurlijk bij de Aldi. Als het allemaal doorgaat, trouwens. Wat denken jullie? Ja. Gaan we bij de Aldi kunnen kopen? Ja. Waarschijnlijk wel. Wat ga je nou doen? Nou, wel. Ja, misschien toch. Ze moeten importeren, toch? Nee, volgens mij staat het allemaal klaar, hoor. Laat het open. Ja. Ja, ik hoop echt dat we dit jaar naar Aldi in de Lidl kunnen, want vorig jaar heb ik het echt gemist. Het was de eerste keer sinds 2014 dat ik er niet... Nee, 2013. Hebben we dat vorig jaar ook gedaan? Aldi in de Lidl? Nee. Ja, helemaal niet gehad. Aldi en Lidl al vorig jaar gedaan. Ja, gek. Je bent echt... Voor mij heb je Korsakoff, man. Ja, jongens. Desley heeft even wat gezien. Moet je kijken. Ja, dat is innovatie, hè. Ja, man. De tafels staan hier. Moet je kijken, Jordi. Tafels staan hier op cakes, gek. Zo raar. Allemaal. Pijlenpakketten, zo jammer. Dit wordt dus het eerste oud en nieuw dat we geen pijlen in Nederland hebben. Dat is raar, hè? Zo raar. Dat is niet de eerste, vriend. Ja, als de eerste, man. We zijn op dit moment weer op de terugweg. We hebben bij Alpeco even wat leuke dingen gehaald. Gaan jullie later zien. Rond oud en nieuw waarschijnlijk pas. Rond met het afsteken. Op zich wel een leuke winkel. We waren er al eerder geweest, alleen die video staat niet meer online. De omstandigheden. Het is eigenlijk een soort van verlengde van de Pyroshop natuurlijk in Baarle. Maar ja, de winkel ziet er nog exact zo uit zoals vroeger. Dus ja, ik moet je zeggen dat vroeger... Je kan ook googlen erop hoe Alpeco vroeger was. En vroeger kon je dus echt alles kopen. Ik hoop niet dat die heel erg gaat trillen, die camera. Shells en zo. Shells kon je er kopen. En, ja, het is gewoon nu niet meer voor te stellen, hè. Dat je dat vroeger gewoon in de winkel kon halen met papieren. Zo raar. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken, jongens. Misschien gaan we binnenkort wel weer naar een volgende winkel in België. Mochten jullie nog een suggestie hebben, laat het weten in de reacties. Misschien naar onbekende winkels ergens of zo. We hebben er nog wel één, hè. Welke was dat dan? Ja, dat Knalgoed ben je geweest? Nee, daar zijn we geweest. Maar we weten er één, zeg maar niet op beeld, maar daar gaan we binnenkort naartoe. Dus dan zien jullie weer een shopvideo. Thanks voor het kijken. En tot volgende keer. Ik zie jullie bij de volgende video. Later.